Kapitein Jonah Gunter van het dorp Eruwarte in Marowijne is op zondag 12 april door de politie van Albina in een cellenruimte ondergebracht. Hij vormde namelijk een mogelijk gevaar in de verspreiding van het coronavirus. Dat meldt het Korps Politie Suriname in een persbericht. De kapitein blijkt zijn medewerking te hebben verleend aan de personen die in Frans-Guyana uit quarantaine waren ontsnapt op 11 april. Eerder ontkende Gunter dat hij deze mensen onderdak had geboden in zijn dorp. Pas toen de politie een van de ontsnapten in de kraag vatte in Kommewijnen, stapte de kapitein naar de politie en gaf toe dat hij zijn medewerking had verleend aan de groep. Ook gaf hij informatie over de bootsman die de groep naar Suriname smokkelde. De bootsman is inmiddels in verzekering gesteld. De kapitein is intussen heen gezonden nadat bleek dat de mensen niet besmet zijn.